Dag lieve vrienden. Ja, het is geen 12 uur. Al jaren post ik mijn reviews om 12 uur. Op maandag, vrijdag en dus ook woensdag. En vandaag niet. Nu hoor ik jullie denken, is er iets ergs gebeurd, Jan? Want je bent geschoren, hè, die baard is eraf. Moest je ergens heen? Had je een huwelijk of een begrafenis dat je, nou ja, daarom je review niet kon doen? Nou, ik was het gewoon vergeten. Ik denk dat de Korsakoff is toegeslagen. Hoe kan ik nou vergeten om een review te maken op woensdag? Dat lijkt wel gek. Maar goed, toen dacht ik, dan sla ik hem wel een keertje over. Alleen toen kreeg ik verdomme zo vreselijk veel berichten van je. Ja, hallo, we blijven een review, want op woensdag wil ik een review. Ik dacht, ja goed, dan maak ik wel een review. Ja, mooi. Ah, wat zit er onder het doosje? Ah, wat heeft ons daar een beetje opgestuurd? Ja, ik doe dan even extra mijn best, omdat ik te laat is, ja? Chips. Dat is een tijd geleden dat ik chips had opgestuurd gekregen geworden geweest van ons argumentje. Dit is proper chips, staat er heel hard op. Nog nooit gegeten. Proper chips. Barbecue. Lentil chips. Wat zijn lentil chips? Nee. Barbecue, ik zie een cactus. Waar iemand rode peperring omheen gooit. Dus die barbecue zou wel bokkie heet zijn. Dan hebben we hier. Proper chips. Sea salt, lentil chips. Ja, dus dat iemand in een boot, terwijl er een andere zeezout overheen mietert. Dat is ook niet. En we hebben hier proper chips, sweet, sriracha, chili, lentil chips. Wat is nou een gos van lentil chips? Ga ik even opzoeken. Nou, ik heb het opgezocht, ik ben eruit. Lentil chips zijn dus eigenlijk gewoon helemaal geen chips. Lentil chips is gemaakt van, wat is het nou van gemaakt? Van linzenmeel. Dus helemaal niet van aardappels. Het zijn geen gesneden aardappelen. Het is van linzenmeel. Er zit wel wat aardappelzetmeel in om de boel aan elkaar te kleven, maar dat is het dan ook. Hé? Moet nou ook alweer chips? Moet nou ook alweer chips anders? Van linzen. Linzen, niet van linzen. Dat zou het zijn dat de chips gemaakt wordt van linzen. Nou ja, laten we dan maar even gaan proeven nu we er toch zijn. Lentil chips, proper chips. Even kijken. Dit ziet er zo uit. Ja, het ziet er natuurlijk ook niet uit als een aardappelchip. Je moet naar kijken. Godverdikke, het lijkt wel. Ja, het lijkt wel een soort aangebakken driehoekje van iets. Het lijkt ook wel erg gefrituurd. Laten we het gewoon maar proberen. Dit is de lentil chips sea salt van Prober. Even kijken. Wat vinden we ervan? Ja. Nou. Mijn oordeel is duidelijk. Het gaat bij mijn aardappelchips. Maar. Waar smaakt dan die lentilchips naar? Het is eigenlijk. Een combinatie. Van kroephoek. En. Van die Mexicaanse chips. Die. Goh, hoe heet dat nou? Jezus, nou. Tortilla chips. Even wachten. Ik ben dus nu vergeten om een review op te nemen. Ik ben vergeten wat tortilla chips is. En nu ben ik vergeten wat ik nog meer ben vergeten. Misschien zomaar even naar het ziekenhuis rijden. Enfin, de linzenmeel chips. De linzenmeel chips is een combinatie van kroephoek en tortilla chips. En vinden we dat lekker? Nee, die zout is gemoer aan. De structuur is misschien wel prima, maar er zit weinig smaak aan. Ik vind hier. Nee, dat vind ik helemaal niks. Saai. Dan gaan we over naar de proper sweet sriracha chili lentil chips. Dat is heel simpel. Sweet sriracha chili is zoet, maar verschrikkelijk pittig. Kan niet missen. Het zal er wel net zo uitzien als die zoute vrienden van zijn. Er komt hier al een geur uit, wat pijn doet in je ogen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dit moet heel pittig zijn. Eens even kijken. Het is niet te geloven, maar ze zien hetzelfde eruit. Behalve omdat ze wat donkerder zijn van alle kruidentroep die erin zit.
Nou, deze zijn in eerste instantie, lijkt een beetje op die, zijn een beetje zuur. En nu komt, nou wel heel langzaam het pepertje. Nou, pepertje komt bijna niet, het is niet super pittig. Oh ja, nu komt er ook een beetje. Ja, nu begint het te branden. Ja, daar is het pepertje. Oh, die brandt ook prima goed hoor. Deze is... Auw, jezus, het wordt steeds heter. Nou, deze wordt dus gewoon... Deze brandt bijna mijn strot uit. Misschien vandaar ook die vlammen erop. Duurt even voordat hij er was. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij is elkaar smaakt lekker. En hij is lekker pittig. En hierbij is de structuur van de tortilla chips en kroephoek niet vervelend. Het is gewoon een lekker zakkie. Dit is echt een goed smaakje. Leuk. Gaan we nu even naar de barbecue? Ja, gaan we gewoon ook proberen. Ja, hier komt zo'n barbecue, zo'n wegen barbecue saus geur komt je al tegemoet. Van dezelfde laken pak aan de red les van die... Hetzelfde laken pak als de rest van die Leense meel chips. God, ik probeer stikken bijna in. Barbecue saus. Nou, gewoon barbecue. Met deze peters. Nou. Je proeft het toeter. Van de barbecue saus. Van de barbecue. Hoe kan je nou het toeter van de barbecue proeven? De smaak van de barbecue saus en dat toch op. En er zit inderdaad ook een pepertje in. Die is nog steeds niet aan de gang. Maar zoals we weten van deze bloedeten, zal deze wat later op gang komen. Nou. Ja hoor, dat is hier. Oh! Deze brandt ook. Ach nee, deze is ook heet. Ik vind de smaak van de barbecue saus een beetje... Een beetje treurig. Ik maak een beetje goedkope barbecue saus. Ruikt ook nog niet zo heel lekker. Het is niet te geloven, maar de Leense meel chips. Ja, ik dacht dat het een ramp zou worden. Want de eerste die vond ik verschrikkelijk. En die met de smaakjes zijn helemaal niet zo erg. Dus tijd voor de cijfertjes. Totaal nieuw product voor mij. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, ik had het opgestuurd. Je weet het niet. Je weet het toch niet? Leense meel chips. Ja. Ik ben natuurlijk een conservatief oude zeikert. Dus ik zeg altijd, chips is gemaakt van aardappelen. Daar heb ik heb al die chips in zo'n kokertje. Goh, wiens naam ik ook niet meer weet. Ik denk dat ik straks even de Max Geheugentrainer moet gaan doen, joh. Nou ja, dat vind ik ook geen chips. Dat is in elkaar geperst. Ik wil gewoon een gesneden aardappel verdikken. Enfin, ik was dus aan het zeuren dat het van Leense meel was gemaakt. Of Leense meel, nou ja. En de Leense meel chips zout. Ja, was gewoon echt helemaal geen moer aan. Is niet zout genoeg. En dan is die structuur van tortilla en kroephoek gewoon niet zo heel erg lekker. Hier vond ik gewoon echt geen ene malle moer aan. Toen dacht ik, oh god, dat is een mislukt product. Leense meel chips is niet te vreten. Nou, die zout in ieder geval is niet te bunkeren. Die krijg van mij een 4. Barbecue is lekker, want daar zit al een pepertje in. Zit een pikkeltje in. De barbecue saus smaak vind ik een beetje goedkope barbecue saus smaak. Maar de structuur van het chipje, van het Leense meel productje, is... Stukken beter in één keer. Zouteloos, smakeloos is er geen moer aan. Maar met de smaak is het in één keer ja, gewoon een leuk ding. Gewoon smaakvol een leuk ding. Ondanks dat de barbecue saus voor mij niet de beste was, kreeg deze al een 6. En de absolute winnaar qua smaak is de proper Sweet Chirachi Chili Lentil Chips. Want die is gewoon hartstikke lekker. Smaak is goed. Het vlammetje daarna is hartstikke lekker. Je kan er eigenlijk moeilijk mee stoppen. En dan is dat structuur van het chipje, waar je een beetje dat gefrituurde, een beetje dat knisperen, dus een gefrituurde dingetje, ook in één keer lekker. Hartstikke leuk, die krijgen we gewoon van mij een 7. Ja, zo is het ook wel weer. Sorry voor het te laten gebeuren van deze review. Maar wat, ja, ik denk dat ik vandaag een licht demente dag heb. Het gaat niet goed, ik vergeet dingen. Ja, kan gebeuren. Ik hoop tot vrijdag, als ik weet dat dit vrijdag is. Je weet het niet. Daar.